Voor dit onderdeel is niet voor iedereen geslaagd, dus daarmee gefeliciteerd. Hier zie je mij in mijn jongere jaren als 4-jarig jochie beginnen met ijshockey. Mijn grote droom was toen het bereiken van het winnen van de Stanley Cup. En we kwamen nu eigenlijk de echte Chris tegen. Ja, en dat vond ik echt wel een verrassing. Boven heb ik gezet, fouten maken is menselijk, want doordat je fouten maakt kun je altijd van leren en kun je doorzetten. Wat je heel mooi hebt gedaan en eigenlijk geen van de anderen is dat je zo'n mooie segmentering hebt gemaakt tussen verleden, heden en toekomst. Ja. Wat ook belangrijk voor mij is het sociale leven, het feesten. Nou, dit was Sensation White, daar ben ik heel erg van gecharmeerd. Vorige keer gingen we met 16 man erheen en dat was helemaal geweldig. Ik ga dit jaar weer. Dat is ook voor mij een mogelijkheid om te netwerken. Ik haal nu uit de woorden uit de mond van Mirjam. Want zij zei ook van, nou, als we iemand nodig hebben voor sociaal netwerken, dan weten we niet voor wie we moeten bellen. En zeg maar, door een goede opleiding, goede basis te leggen, wil ik dus een leuke kantoor later hebben en een mooie auto van de zaak als ik kan. Een iPhone. En tegelijkertijd ben je wel bewust van al die verschillende plekken in het netwerk, want ook de oude commissie van de kinderopvang, het wandelen met de hond, de familie, de buren. Ja. Je ziet echt die netwerken gekoppeld aan verschillende tijden en dingen die je doet. Galerie Woon, dat is de galerie van mijn moeder. Daarmee is het een heel netwerk van kunstenaars en vooral heel veel hooghoekleden. Ja, vrije denkende mensen die vroeger allemaal uit de punkperiode kwamen, die allemaal nog in bestuurslagen zitten verstopt. Ja, wat heel goed naar buiten kwam was jouw expertise. Daar heb ik ook een team voor gegeven, die werd heel duidelijk onder woord gebracht. En ja, goed, je hebt gewoon ook in jouw korte periode heel veel dingen gedaan. Van een Photoshop had ik nog een beetje een leuk plaatje gekozen van Britney Spears. Links is die zonder Photoshop en rechts met. Dus de borsten zijn groter, de heupen zijn smaller, de benen zijn gladder. En dat kan ik dus ook allemaal voor jullie doen als je wil. Clubjes zijn per definitie plekken om dus netwerktechnisch iets te kunnen gaan bereiken en benutten. En mooi toch dat je die linkjes ziet in het netwerk op als centrale advocatenkantoor 1, advocatenkantoor 2. Dus dat doorhoppen in het netwerk. Nou, ik woon in Lelystad. Weten jullie wat dit is? Ja. Juist. Dit kunnen jullie niet echt zien, maar er staat Nikeri. Weet iemand waar Nikeri ligt? Behalve jij? Oh ja, behalve jij? Nou, weet iemand het? Nee, Suriname zal ik nu. Ja, Die expertise heb je heel goed onder woorden gebracht. Ook heel mooi hoe je dat aangaf met het blauwe en het oranje. Dat je duidelijk een bepaalde richting op gaat. Dat was heel goed. Ik heb in een korte periode een groot aantal familieleden verloren door ziektes. En sindsdien kijk ik heel anders naar het leven en vind ik dat je gewoon elke dag moet genieten van het leven. Nou, dit is een walk-in shoe closet. Ja, ik ben verslaafd aan schoenen. Echt gewoon ziekelijk verslaafd aan schoenen. En ik kan ze nergens kwijt. En mijn vriend wordt er helemaal gek van. Een belangrijke schakel zien, die heb je ook echt eruit gelicht en toegelicht hoe die voor jou een rol gespeeld hebben in je netwerk. De Rotary Club. Dat is een club voor oude mannetjes, maar die gaat eigenlijk de hele wereld over. Mijn opa die zit daarbij. Dat is een clubje waar alle professionals die met pensioen gaan bij elkaar komen en daar dan goede daden gaan doen voor de wereld. Hangen, je houdt van duurzaamheid Friends Forever. Het staat bij jou ook buiten kijf. Ook opvallend dat links en rechts bij familie en vrienden waren het mensen die we zagen. Originaliteit en de individualiteit. Dat je heel persoonlijk wordt benaderd, heel persoonlijk wordt beoordeeld, heel veel jezelf kwijt kan, heel erg connecties kan maken met de persoon die je bent. Okay. Een combinatie van een HVA-docent en iemand die werkelijk werkt met het vak dat we krijgen. Ja, dat is leuk, die wisselwerking. Ja. Dus ik vind het voor herhaling vatbaar. Dat dacht ik nog. Ja. Hartstikke goed. Ja. En bij jou heeft Mirjam iets beter opgelet, want ik moest natuurlijk weer even twitteren.